Klaas Knot van de Nederlandse Bank is ook aanwezig, maar in een dubbelrol, vanavond eigenlijk als gastheer en als voorzitter van de stichting. Ja, dat klopt inderdaad. De Nederlandse Bank heeft altijd iets met ondernemerschap gehad. Koning Willem I heeft de Nederlandse Bank opgericht 200 jaar geleden. Hij heeft ook zijn naam aan deze prijs gegeven. Dus ik ben bijzonder vereerd dat ik ook als president van de Nederlandse Bank, als voorzitter van de Koning Willem I Stichting mag fungeren. En dat we elke 2 jaar 3 van deze prachtige prijzen mogen uitreiken. Ja, ondernemerschap is ook financiering, dus wat dat betreft is het ook best een logische plek om hier neer te strijken. Mooie bedrijven langs zien komen of kende u ze eigenlijk allemaal al? Ik heb alleen maar prachtige bedrijven langs zien komen en dit waren de 9 genomineerden, de 3 winnaars. Maar zelfs bij de inschrijvingen die het uiteindelijk niet tot een nominatie gebracht hebben, zaten nog steeds prachtige bedrijven. Ook bedrijven die ik gewoon persoonlijk niet kende. Er gebeurt zoveel meer in Nederland dan je in de pers ziet en dan zeg maar aan de oppervlak komt. Het is gewoon prachtig om erin te duiken. En uiteindelijk zal dit bedrijfsleven zal moeten zorgen voor innovatie, meer banen en uiteindelijk een lekkere gezonde economie. Ja, dat heb ik ook in mijn inleidende woorden gezegd. Hè. Kijk, de Nederlandse Bank heeft als missie dat wij voor financiële stabiliteit staan, maar in de context van het streven naar duurzame welvaart. Wij zijn daarin voorwaarden scheppend, maar het zijn de ondernemers die uiteindelijk die welvaart creëren. Het zijn de ondernemers die risico's nemen, die een bedrijfsdoel fungeren en daarmee economische groei en daarmee welvaart genereren. Dank u wel. Graag gedaan.